Ik stond laatst voor een poppenkraam, daar zag ik mooie poppen staan. Ik zei, wat doen die poppen hier? Die poppen drinken poppenbier. Wij hebben deze hond poppen gekregen van mevrouw Mellink. En mevrouw Mellink die moest verhuizen, die kon ze niet meer meenemen. En die heeft dus gevraagd, of het nichtje van haar heeft gevraagd, mogen we ze bij jullie neerzetten, want we willen graag dat de verzameling bijeen blijft, dat het niet uiteenvalt. En ze heeft dus verschillende poppen met de klederdracht van de streek gemaakt. We hebben Twentse poppen, we hebben een pop uit Volendam, we hebben er een uit Marken, we hebben er een uit Zeeland en... Zij heeft dus de typische kenmerken van de klederdracht zoveel mogelijk geprobeerd op de poppen te installeren. Juist. Ja, het zijn er een heleboel, want een deel is maar hier neergezet. En ja, blijven ze hier altijd of is het een tijdelijke expositie? Nee, ze blijven. We hebben ze gekregen en wij zullen proberen de anderen die nu op zolder in dozen staan, netjes verpakt, om die een andere keer neer te zetten. Dat, ja, het is echt een aanwinst voor het Wevershuisje, lijkt me. En dat Wevershuisje, ja, mensen kunnen er weer iedere keer langskomen om het even te bezoeken? Ja, wij zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag van 12 tot 4. We hebben een vrije intree, het liefst met een gift, maar het... Dat is voor iedereen toegankelijk. Je mag binnenlopen zonder afspraak te maken. En van hieruit worden ook stadswandelingen georganiseerd. En dat gaat wel op afspraak. Ja, want kan u een paar kleine dingen noemen wat je hier zoal kan zien? We hebben hier dus een expositie van vlas tot linnen. Daar is een hele uitgebreide beschrijving wordt ervan gegeven en wat we met het vlas en linnen kunnen doen. Juist, en ja, er zijn natuurlijk nog, en er is een hele mooie opkamer en er is van alles. Wat raadt u de mensen aan? Gewoon een keer langskomen? Gewoon een keer langskomen en vooral de Almeloers, want we horen nog steeds. We fietsen hier langs, we hebben ervan gehoord, maar we zijn nog nooit binnen geweest. Dus we zouden het heel leuk vinden om die mensen te begroeten.